Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Ik heb heel veel zin in vandaag. Ik hoop jullie ook. Veel kijkplezier. Oh jongen, ik ben echt kapot. Fietsen. Ja, het gaat een stuk beter met mijn voet. Dat ik gewoon weer kan fietsen. Ah joh, ik ben op mijn gewone fiets. Dat is echt heel kut. Het is leuk als je in de stad woont. Je hebt een gewone fiets en een elektrische fiets. Kijk, ik gebruik natuurlijk de elektrische fiets. En als ik bij mijn ouders thuis ben, heb ik een gewone fiets. Nou, moet ik zeggen, ik ben 25, dus het kan nog. Dus dat scheelt. Dus het wil nog. Gelukkig. Oh. Het is donker buiten, het is nu echt avond. Maar Luc wilde niet komen. Dus wat had ik? Koekjes. En dan doe ik hem zo. Koekje! Kom binnen, schat. Kom. Kom. Waar is Frik? Frikkie! Frikkie! Oh ja, daar is die andere Rick. Ja, jullie krijgen koek. Nou, even een koekje geven. Oh, nee, die... Dat is zonde. Heel koekje toch? Ja. Hier. Alsjeblieft. Jij lust die niet zo graag, hè? Koekje. Oh. Rotbeest. Goh, sikje. Zo'n leertje. Ja, je krijgt ook één. Zeker wel. Wacht even, Frank. Alsjeblieft. Die schrik. Frank doet echt raar soms. Ja. Maar goed. Hoort er ook bij soms. Even deze weer in de kast stoppen. Ja, hoort er ook bij, hè? Avondeten. Ja, ik ben alleen thuis, want ik ben bij mijn ouders thuis. Mijn ouders komen al zo weer terug, maar ik had oppasdienst. Ik moest op de hond letten vandaag. De honden letten, want ik heb zelf ook één. Maar op de hond van mijn ouders. Want anders is het te lang. Vandaar. Oh. Beveiliging. Oh ja, ik weet het wel. Oeps. Ja, deze. Moe ook. Een beetje. Vandaar. Maar goed. Oké. Oh, jongens.
Dit doen ze echt altijd. Als er mensen aankomen, doen ze dat altijd. Hoi. Dat zag er maar even dreigend uit. Jij wel. Op dit moment hebben we toch ondanks het enorme overwicht van PSV in de eerste helft te weinig gezien. De Jong. Deze. Daar komt Til. Goed verdedigd door Rodrigo Boet. Leuk. Toch was daar ineens weer een mooie tempo aanval van PSV. Luc denkt... Rot op jij. Die komt niet. Maar ik heb niks. Ik heb geen stukje vlees meer, vriend. Opent op Pinto. Dat moeite heeft met de controle. Ja, dan kan Lozano weer voor hem opduiken. Die komt niet, hoor. Silvas. Vita. Duarte. Nee. Die komt niet. Noslin. Te moeilijk, te hard, te ver, te onzuiver. Alle problemen in deze eerste helft aan de bal. Voor Danny Buijs samengevat. In de minuut toegevoegde tijd van de eerste helft. Er ligt nog één aanval voor PSV. Lozano. Dat is een goede opening van Veerman. Til, wie biedt zich aan? Daar is Lozano. Dat moet het dan zijn voor de eerste 45 minuten. Eens kijken of er wat vonkjes bijkomen in die tweede helft. Voor het publiek ook wat meer mee gaat doen met de wedstrijd. Het was vrij tam, vrij mat in de eerste helft. Bakayoko. En een corner. Veerman. Goed gekopt en raak gekopt. Ramaljo. En hij is er ontstellend blij mee. Er wordt hier en daar nog wel eens getwijfeld aan zijn verdedigende capaciteiten. Aan zijn opbouw. Maar dit kan hij toch verdraaien. Hoe laat gaan we morgen weg dan? Positie kiezen. Krachtig inkoppen. Aanval koppen. Gericht koppen. 2-0. Ramaljo. Het verschil van 2 is dan eindelijk gemaakt. Oh, maar... Hè? Zal PSV er opnieuw 3 maken in een wedstrijd. Maar moet ik, rijd ik dan met papa mee of zo dan? Ja. Waar is Teun dan? Maar leven toch wel uit Veerman. De PSV heeft ook weer makkelijk gemaakt als een keertje de bal kwijt raken. Lozano. Ja, Lozano is goed maar eens. Het is nog niet. Ja, Benjamin. Met je fietsen. Ga weg jij. Eerst wou je mij al laten opstaan door zo te klappen dat je gordijn dicht ging. En nou mag ik gaan fietsen. Mam! Sporten is goed voor jou. Ik sport altijd. Hou je man. Ach nee man. Waarom zou ik naar Assen moeten gaan fietsen, gek? Gespeeld door Veerman, Van Aanholt, Vitesse wilde hebben. Maar de bal gaat naar Til. En de glazen kouwbol. Mam! En Til krijgt niet het geluk hier. Mama! Hij is vervelend! Ach, hey! Mama! Yes! Nee! God! Oh my god! Sierhuis. Ja. Ramaljo verkijkt zich op die bal. Maar kan er toch weer tussen komen. Sierhuis. Niet gevaarlijk geweest in de tweede helft. Dat was de kans voor Kramer. Cleonice in de ploeg gekomen. Cleonice en een corner voor RKC. Doekschop. En Van den Buijs uit de rebound. Vlag omhoog voor buitenspel. Ik ga lekker slapen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb mijn piano aan, dus ik zit al lekker in bed. Ik ga zo lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Lekker kus van mij.